Oh. Wat een ochtend. Niet normaal. De oom stopt in één keer op de deur te bonken. En te gillen en te doen. Nou, drama. Wat er nou aan de hand was, ik weet niet. Uiteindelijk heb ze bij ons in bed gelegen, maar na een uur met Ferdinand ook zat. Dus die is eruit gegaan. En ja. Ik ben net wakker, zoals jullie zien. Oh, het is nu 9:05. Dus ja. Ik ben wel blij dat Ferdinand eruit is gegaan. Want ik heb weer heel veel pijn. Dus niet. Maar goed, wat vonden jullie van de code geel gisteren? Ik vond het trouwens nog wel meevallen. Er was niet heel veel sneeuw. Er lag wel een klein laagje, maar om nou gelijk code geel af te geven, viel nog wel mee. En buiten nu ook. Kijk net naar buiten toe. Kijk, doe dat. Maar er is nog steeds niks aan sneeuw of zo. Er is niks blijven liggen. Dus, maar goed. Ik ga het zo eens naar beneden toe even ontbijten. En ik denk dat ik even de spullen in de tuin op ga ruimen. Zo ook. En vanmiddag weer werken. Dus ja. Oh. Ah. We gaan laten zien wat we verder gaan doen. Waarschijnlijk gaat Angelina vanmiddag met mijn moeder mee. Maar dat weten we dus nog niet zeker. Dus we gaan het zien wat er gaat gebeuren en doen. Dus, maar voor nu ga ik jullie even verlaten. Zo! Jullie zien Ferdinand erachterin zitten. Wat zou hij aan het doen zijn? Hij is druk bezig met nog even het laatste stukje te behangen. Dus het is echt top. Kijk, want hier aan deze kant, achter mij en zo, zat het natuurlijk al. En daar was het wat beschadigd, dus hij heeft het opnieuw gedaan. En bij de deur zat natuurlijk niks. En nu dus allemaal weer wel. Dus ik ben super trots op jou. Dankjewel. Ondanks dat ik er helemaal geen zin in had vandaag. Dus. Nou ja. En Naomi en Angelina die zijn verkleed als K3-meisjes. Oh, wat ben je aan het eten? Pepernoten. Nu in het jaar pepernoten eten. Kijk, nog zo'n mooi meisje. Echt een koninginnetje. Angelina is vandaag aan het oefenen voor de presentatie. Die heeft zij ergens volgende week. Heeft zij een presentatie. Dus dat wordt leuk. Ik ben benieuwd daarna. Zij speelt een koningin of zoiets, dat ik heb begrepen. Dus dat, ja. Is wel leuk. Oh, Naomi. Naomi, die heeft zelf pepernoot in een bakje. Maar wat doet ze? Ze pikt ze zo van de zus af. Oh, raar dat ze is. Maar goed, ik ga Angelina even laten zien. Want die wil een liedje zingen. Vaderdag, dierendag. Het hele jaar door is het feest. Er is altijd wel wat. Moederdag, vaderdag, dierendag. Het hele jaar door is het feest. Er is altijd wel wat. In de huis, in de stad. En als er niks is, dan verzinnen we wat. Mijn vader zegt dat ik niet geef. Vier iedere dag die je leeft. Hoera, het is feest in boom, in maart. Met slingers en ballonnen en taart. Iedereen lacht tot diep in de nacht. Zelfs de kat heeft een stuk in zijn staart. Geen feest in het land, of ik ben er geweest. Mijn leven is één groot superfeest. En dan komt er nog carnaval, kerstmis en Sinterklaas. Het hele jaar doe ik ze draag. Met mijn hoofd veel muziek. Ben je aan het doen, Naomi? Je hebt een hele vieze neus. Even snottenbel vegen zo. Zo.
pak maar terug, inderdaad. Zo, hou maar. Dat was het liedje. Duimpjes omhoog voor Angelina. Zo, ik heb net eventjes een hoofdmassage gehad van Angelina. Echt heerlijk. En Angelina, die heb ik toen beloofd om te gaan sminken. Dus ze ziet er nu prachtig uit. Echt super mooi. Hallo. Ik laat het jullie zien. Ja, kijk. Nou, wat heb ze nou op haar gezicht zitten? Oh, een echt K3 meisje. Voel je je nou ook echt als K3? Ja. Echt waar? Nee. Ik ga jullie naar mijn moeder. Ja, een echt K3 meisje. Echt superleuk. Mama. Ik vind hem eigenlijk wel goed gelukt trouwens. Ze kan zo naar de carnaval toe. Nee. Ze heeft zelfs een kettingje om. En Klaasje die draagt in de film natuurlijk ook een kettingje. Dus ze is een echt Klaasje. Mama? Ja? Ik wou wat vragen, maar ik denk dat het niet mag. Ik wou deze meenemen, maar ik denk dat het niet mag. Nee, ik vind dat een beetje zonde. Als die zo meteen vuil of stuk gaat, dan kan je hem niet aandoen als we naar K3 weer toe gaan. Mag ik dan? Want wanneer gaan we? Wanneer gaan wij naar K3 toe? 17 februari. Ja, inderdaad. Op mijn verjaardag. Leuk verjaardagscadeautje voor mij. Want ik ben fan van K3. Nee, ik... Angelina is fan dit van is K3. Dit is nog mijn verjaardagscadeau. Oh, is dat zo? Nou, het is gewoon een gewoon cadeautje voor je. Maar dat maakt niet uit. Maar goed... Ik ga het zo me ready maken om naar mijn werk weer te gaan. En ik vraag me af wat ik ga eten vanavond. Ik weet het niet. Ik zie jullie straks bij mijn werk. En ja, ik ga niet te veel vloggen op mijn werk. Want anders krijg ik zo meteen nog problemen. En daar zit ik echt niet op te wachten. Want ik heb juist super naar mijn zin op mijn werkvloer. Dus ik ga het... niet die consequenties nemen. Dus ja, ik hoop dat Ferdinand zo meteen nog een stukje gaat vloggen. Want die is vanavond met Angelina alleen thuis. Want ik hoorde net dat Luciano bij de buurman gaat eten. En Naomi. En Naomi is natuurlijk ook thuis. Dus dat, ja, dat wel. Ik wens jullie alvast een fijne avond toe. En ik sluit vanavond waarschijnlijk de vlog wel weer af. Weer vanaf de bank. Of vanaf de auto. Dat zou ook nog kunnen. Maar dat zien we dan nog wel. Voor nu, duimpjes omhoog alvast. Abonneer op het kanaal. En druk op het belletje. En we zien jullie straks. Doei. Zo, dames en heren. Ik ben weer onderweg naar huis. Dus, nou ja. Eigenlijk heel stiekem sta ik al thuis. En ik heb net tegen Ferdinand gezegd dat ik net onderweg ben. Dus ik ga hem zo even verrassen om naar binnen te gaan. Dus ja, ik heb in ieder geval lekker gewerkt en was super top. Ik ga even de auto afsluiten en dan zie ik jullie zo. Ik loop naar de deur toe. Hoezo? Wat? Spelen. Moet een spel spelen? Ja, kun je even kijken wie je... Ik ben thuis! Oh, chips. Ik vergeet te vloggen. Oh ja. Ik heb er in één keer nog een kind bij, zie ik. Hé, hey, Robin! Robin blijft slapen vanavond. Als het slapen wordt. Ik heb wel gezegd dat ze uit moeten slapen. Ja, dames en heren, ik ben weer vergeten om af te sluiten. Dus doe een blauw duimpje omhoog, abonneer op het kanaal en op het belletje drukken. En wij wensen jullie een hele fijne avond toe.